haircut you got, you get some bitches on your dick. Zo, ze schelden elkaar echt uit, ja. Yo, dames en heren, ik ben Tobof en welkom bij een gloednieuwe GTA aflevering. Ja, jongens, jullie zien het, ik heb een nieuwe webcam. Jee, perfect. Ja, ik wou eigenlijk eerst Counter-Strike gaan opnemen. Maar mijn internet deed eraan iedere keer. You lost your internet connection. Dus Counter-Strike moet ik nu even helaas even skippen. En GTA is offline, dus dat kan ik doen. Laten we meteen doorgaan waar we waren gebleven. Hier waren wij gebleven. Dat Franklin... ja, met die Nika. Ja, in stegen gaat lopen. En eens kijken wat er gaat gebeuren. Zo. Ja, welke auto? Welke moet ik kiezen? Ja. Ik ga voor die witte. Oké, waar moeten we naartoe? Zo, meteen race ook, hè? Maak je een auto niet kapot? Oh, ik bel blijkbaar iemand. Oké. Serieus, ik ga tegen Lambda aanbouwen in 360. Oh mijn god, ik heb auto gewoon verpest. Oh. Zo, de knetter. Zo, we gaan hard. Zo. Hij gaat hard, joh. Zo. Hij heeft ook schade. Serieus, hier doorheen? Ben je gek of zo? Oh! Sorry! Zo, knetter man. Yo, ik kan die gast wel bijhouden. Zo. Zo. Oh, net niet geraakt. Jongen, jongen. Zo, hij is niet echt zuinig met zijn auto. Oh, heuvel, hup. Zo, dat is niet goed voor de viering, jongen. Hier nog een keer. Oh, nu heb ik het ook. Go, go, go. We mogen hem niet missen kwijtraken. We zijn er bijna. Wow. Zo, en dan ook nog op de verkeerde weghelft rijden. Hij durft. Ja, ik ook. Maar ik moet. Bus. Zo, de knetter. Door de parkeergarage heen, oké. Hoe gaan we nou? Oh, hier doorheen, dat kan ook. Hé, hey, geef eens gas, goed zo. Wow. En we zijn aangekomen. Laat me... Zo! Mijn auto, die heeft ook een groot kleurtje gekregen, ja. Zo. Oh shit, the one time! Be cool, fool, we got the paperwork. Shit. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Moet ik de politie... Nee. Nee, moet ik de politie gewoon...
hoe heet het ook weer, niet, hoe heet het, afschudden. Zo, knetter, 2 sterren. Ja, hé, hey, hoe moet ik dan naartoe? Want alles is afgesloten, hier doorheen dan. Serieus. Wauw, ik ben echt slecht. Yo. Rijden. Ja, politie, ik ga niet stoppen. Oh. Was je bijna gelukt, jongen. Oh, sorry. Maar hier kan ik de politie mee kwijtraken als ik geluk heb. Maar ze achtervolgen mij nog steeds. Oké. De sterren knipperen. Mooi. Ik ga gewoon deze kant op. En dan ga ik hier weer deze kant op, ja. Dan ga ik hier tussendoor. Precies op hetzelfde plekje, dat verwacht niemand. En nu even afwachten, hè. En die kutradio is irritant, zeg. Haha, zo. Mijn auto is behoorlijk beschadigd. Ik denk niet dat iemand dat wil gaan kopen. Zo. Ah, kijk eens aan. Zo, slagboompje, dank u wel. En gas maar, de auto is toch al totaal los bijna. Hup. Ja. Goed zo. Ik ga gewoon hier tussendoor, joh. Een dealer, oké. Hij heeft dus een dealer. Okay. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who are you calling a Nick? No, I'm not calling nobody a Nick. Hey, that's toch de zoon van Michael? Ja, toch? N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Okay. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Okay. Wait a second. This guy right here, him? Give him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. Okay. That's the best part. Watch this when he real man. He gonna get all this money. Look, man. I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. Okay. It's the best part, man. So, Jimmy. Are you sure you are man enough? Take the wheel. Nou, dan neem ik mijn eigen auto maar. Kijk eens, dat ziet er veel, ja, beter uit. Hé, hey, jij gaat zomaar met mij mee zonder te vragen. Zo, nou, vooruit. Oké, laten we gaan. Ja. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, man, penis, that's exactly how I like my way. We zijn hier aangekomen, jongen. Lekker garage erin. Hoppakee. Yo, man. Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Zo, ze schelden elkaar echt uit, ja. If she ever stopped fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Zo, hallo. What? Oh. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Who's up? I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Okay. Ja, dit was een hele rare avontuurtje. Hij is nu aan het opruimen. Geen idee waarom.
Yeah. Okay. Hierbij wil ik het graag laten voor deze aflevering. Waarom is die vrij kort? Ja, ik heb het warm, ik heb het druk met afspraken, ik ga op vakantie en dat soort dingen. Dus ik zie jullie de volgende aflevering. Later!